Banjo Town in America. Voordat ik jullie alle beelden van de studio's laat zien die deze keer in de vlog voorbij gaan komen, wil ik natuurlijk even Fox bedanken voor de uitnodiging. Fox heeft het evenement georganiseerd om de lancering van de X-Men Days of Future Past Blu-ray DVD te vieren. Wil je nou deze film DVD hebben of heb je hem nog überhaupt niet gezien en denk je naar deze vlogs, oh dat is best wel vet, ga hem dan vooral even halen jongens, want hij is uit en hij is voor jullie in mooie kwaliteit voor op de DVD-speler of Blu-ray-speler. Welkom bij een nieuwe vlog en ik ben alvast even aangekleed, want we hadden ontbijt besteld om 8 uur, alleen Zovik die had honger, dus die zei kom maar gelijk met ontbijt, dus ik ben even vast aangekleed. En ik zou nog even douchen, maar we gaan eerst even eten. We hebben voor fucking $30 hebben eten besteld, maar ja goed, we hebben $100, dus dat komt goed. En het is nu even wachten nog. Maar het was fucking lekker. Ik werd lekker wakker. Echt heerlijk. En dan word je wakker en dan denk je opeens van... Hey, ik ben nog steeds in fucking LA. Episch. Gewoon echt fucking episch. Er zit zo'n vervelend hoesje. Dingetje vast in mijn keel. In ieder geval, ik zit hier op mijn bed. Want ik heb hier... Fucking ontbijt op bed, jongens. Holy shit. $30 of zo. Of nee, 40 zelfs met de tipper bij en shit. Maar motherfucking ontbijt op bed. Oh yeah. Ik krijg er bijna een rogasme van. Deze boys zijn er klaar voor. Zin in. We gaan naar beneden naar de lobby en dan gaan wij met de Fox mensen chillen. Nou, yep. Oh yeah. Zit je gewoon een fucking Starbucks in het hotel. Achter mij. Het is bizar. Gewoon een Starbucks in het hotel. Wat is dit? We zijn aangekomen bij Fox en het is echt werkelijk waar awesome. Het is gruwelijk, het is bizar. We zitten nu in de green room. Ik kan niet al te hard praten omdat iedereen 20 minuten krijgt op elke set om te filmen. En er zijn in totaal 3 sets. En daarna gaan we nog naar de Street of New York. We zitten nu in onze eigen green room hier achter mij. Zo, ik zit even bezig met de camera. En het is gewoon zo awesome. Ik laat jullie nu alle sets gewoon zien. En we gaan er ook gewoon voor Movie Zone natuurlijk, voor Bardo gaan we erop filmen. Ons idee was ietsjes anders. Het is echt vooral voor props en wat achtergronden, maar niet echt sets, zeg maar. Dus dat wordt een beetje lastiger. Maar we gaan nu even kijken wat we precies willen gaan doen. Ik denk dat het goed gaat. Ik zit eens naar fucking X-Men te kijken. Die wordt hier afgespeeld op tv. Maar goed, we gaan hier even chillen. We hebben nog 40 minuten. We gaan nog even met wat waarschijnlijk wat extra interviews fixen. Met wat mensen van prop design en zo. Fucking awesome. Dus we zien jullie later. Wat zijn we aan het doen? We lopen nu gewoon in de studio uit. Fucking dat is echt bizar. Fucking grote studioruimte. We gaan nu 20 minuutjes opnemen en daarna hebben we weer 40 minuutjes niks. Dus op zich wel wat chill. Yep. Ik word nu gezenderd, want ik ga zo meteen en door hun gefilmd worden. Als er... En door Zoic met zijn camera. En we zijn hier met de Trask Industry set. Dus hier is zo meteen wel even zien. Ik laat het nog even snel zien. En meestal komt natuurlijk op Movie Zone over alle specifieke dingen. Dus check dat vooral even op Bayern Movies. Maar ja, we gaan zo meteen beginnen met de eerste set. Dit is dus de eerste set, jongens. Achter mij zien jullie Trask Industries. Een backdrop met wat set dingetjes. Achter mij staat nog een cameraploeg hier zo. Die zijn ook aan het filmen zo meteen. En we gaan zo meteen voor Movie Zone dus opnemen. Ik laat jullie eigenlijk niks zien, want dat kunnen jullie allemaal zo op Buy Movie zien. Dus ik ga even beginnen en dan zie ik je straks weer. Ik heb net even een stukje opgenomen. Hier zo achter mij zien jullie dat ik heb iets kapot gemaakt. Nou, ik weet niet of het kapot gegaan is. Alleen de mutant detector die treft hem op een gegeven moment. Dus laten we even kijken. Zoals je hier kan zien, dat ding gaat helemaal tekeer. Ik weet echt niet wat er gebeurd is. Ik heb in principe helemaal niks eraan veranderd. En ik ben benieuwd of het nou aan mij gelegen heeft of niet. Ik hoop het niet. Maar goed, dat horen we straks wel. Ja. We zijn terug in de backroom. Green room, het is een groene room, maar hij is eigenlijk blauw. Maar we hebben wel groene banken, dus het is een soort van green room nog. We hebben net de eerste set gehad en dat was leuk. Alleen, het is niet wat we verwacht hadden. Dat had ik jullie net ook al verteld. Maar we gaan gewoon ons best doen om een zo mooi, educatief mogelijk programma te maken. En ja, ze filmen zelf ook. Dat is wel grappig. We waren echt van die Hollywood dudes die dus ook filmen. Die ons filmen. Dus dat is wel tof allemaal. En zo meteen gaan we naar de Prison Break. Ja. Ja, we gaan zo naar de Prison Break en dan gaan we daar kijken naar allemaal dingen die in de Prison Break schijnen gebruikt waren. Super vet! Oké, jongens, hoe awesome. We gaan zo meteen met iemand van Hollywood praten die dus props en shit archived. Dus dat betekent dat zij gewoon... Oh, ik ben opeens zo licht. Zij doet alle props, hij heeft de Sentinels, heeft ze in kratten zitten en al dat soort gekkigheid. En dan mogen we zo meteen gewoon kijken en met haar praten.
fucking vet. We zijn op de tweede staag gekomen en ik word continu elke set word ik gezenderd. Zit iedereen wat lekker aan mijn reet zitten, zo ik heb net gefilmd. We zijn nu op de set van de Prison Break, we gaan zo hierop filmen. En zoals je kunt zien, we hebben wat van Magneto, hebben we wat. Oké, jongens, dit is de oude Magneto en dit is... Hier zo zie je de jonge Magneto. En hier achter mij heb je props van de Prison Break. En zoals jullie misschien weten, in de Prison Break is alles van plastic. Aangezien anders Magneto met metaal en shit kan gaan werken. Dus we gaan zo even kijken wat we allemaal hebben. Oké, guys, we hebben nog zo meteen één set met alle mutant props. En dat wordt echt de awesome shit gewoon. Dat wordt echt fucking awesome. Want daar heb je de Wolverine claws, de cape van Magneto. Echt allemaal gekke shit. We staan hier momenteel op de set waar we zo meteen ook met Simon Kinsberg, de scenario schrijver van X-Men, gaan praten. We hebben net even met F gepraat en zij doet de decorations. Zij is de lead decoration designer. En dat was gewoon heel awesome om te horen hoe zij met acteurs werkt ook en dat soort dingen. En hoe zij bepaalde dingen met stuntmannen moet overleggen en allemaal dat soort dingen. Het is echt, dit is heel tof. Dus ik raad je echt aan om allemaal eventjes op Panya Movies te kijken naar Bardo's serie straks over Moviezone en over zijn film natuurlijk. Dus wij gaan zo weer eventjes door met de film. Alright guys, we zitten nu in de Mutants Corner achter mij. Er is nog even iemand bezig en als die gast klaar is, dan zijn wij aan de beurt. Ik loop even met jullie mee langs alle dingen. Dit kunnen we zo meteen aantrekken, de Magneto outfit van toen hij jong was. En we hebben hier Storm's outfit hebben we nog erbij. En Charles Xavier zit hier ook nog te chillen. Dus we gaan zo lekker filmen en ik ga lekker veel foto's maken. Want dit zijn natuurlijk wel de vette dingen. Die wil je gewoon aan hebben. Dit zijn die herinneringetjes. Die gaan we opnemen. Nou, we hebben net even wat shots gemaakt bij de Mutant Corner. We gaan zo wat eten daarboven. En dan gaan we zo naar de New York Street, waar we ook wat gaan filmen. En dat is eigenlijk een set waar heel veel films gefilmd worden. Omdat het is eigenlijk gewoon New York, maar dan in een setvorm. We zitten hier nu en we gaan zo meteen Simon Kinsberg ontmoeten. En dat wordt onwijs episch. Hij is de scenario schrijver van X-Men. En ik weet niet precies wat het idee is. We zitten hier met z'n allen. We hebben 5 minuten per persoon. Wij hebben wat vragen. En die gaan we vragen voor Bardo, zodat hij wat professionele tips kan krijgen. You know, you'll see in the home entertainment release that there's a ton of stuff extra, a lot of behind the scenes stuff as well. You know, it gives you a sense of just how big the scope and the scale of putting this movie together was. Technically, all the actors that we brought in, how complicated that scheduling was, and just, you know, really the complexity of putting the whole movie together. Zitten we even in de green room, want we hebben net Simon ontmoet en hij heeft zich even geïnteresseerd. We gaan zo dus met hem praten, we hebben maar 5 minuten, dat is best kort. En dan hebben we 1 minuut om te wisselen. Daarna gaan we nog naar de New Yorkstraat en dan is het in principe voorbij. Dus dat is wel jammer, maar het is tot nu toe echt super episch geweest. Ik vond het echt heel vet om dit allemaal te zien en ik heb echt zin in het laatste interview. Wauw jongens, ik heb zojuist ik ben zijn naam niet alweer vergeten, holy shit. Ik ben eventjes nog een beetje flabbergasted. Help me even. Simon. Kinsberg, dat was hem. Echt, ik tril nog gewoon ervan. En ik zat zo, ja, het is heel apart. Je hebt maar 5 minuten. En die man zei ook van, die daar werkte, die zei ook van, ja, ik ga je een bord laten zien met cues, weet je wel. 2 minuten, 1 minuut, dan moet je het afmaken. En het was precies op tijd gelukkig. Dus ik heb echt mijn tijd benut, maar ik ben er gewoon een beetje van buiten adem als het ware. Het was even onwerkelijk. Het was echt heel tof om met die gasten te praten. En ook was heel relaxed en super chill. Dus check vooral Buy Movies voor het interview. We staan hier in New York. Tenminste, de New York streets bij Fox. En als je om mij heen kan kijken, het lijkt gewoon alsof het een echte fucking straat is. Het is zo bizar. Alles ziet er goed uit. Alleen alles is gewoon leeg. Er zijn wel een paar dingen waar je naar binnen kan. En ik zal jullie even rondleiden. Ik zal jullie even wat laten zien. En ik zal er niet te veel over lullen. Ik wil gewoon dat jullie dit even meemaken. Net zoals ik. Het is fucking awesome. Ik ben net klaar met filmen. En Zoe zit hier achter mij. Die heeft net eventjes mij gefilmd. Toen ik de sets uitlegde voor Banjo Movies. En zoals je achter mij hier kunt zien. Ja, het is een beetje te donker. Ik zal maar even wat beter doen. Het zijn echt alleen maar frames voor de set, zeg maar, de voorkanten. Kunnen we even een stukje lopen? Het is heel bizar. Het zijn eigenlijk maar iets van 1, 2, 3, 4 straten als het ware. En wat je hier ziet is gewoon zo bizar. Het zijn allemaal verschillende gebouwen en het is echt heel New York. Ik ben natuurlijk in New York geweest voor degene die dat is mooi wil kijken. En kijk eventjes om mij heen. Het is allemaal zo New York. Fucking hippies. Dat vind ik echt heel tof. Ik bedoel, als je langs zo'n gebouw loopt, dan denk je van, dit is echt, weet je wel. Maar als je dan vervolgens hier zo opklopt, het is gewoon hout. Het is echt werkelijk gewoon hout. Dus dat is heel tof. En sommige van die dingen, zoals hier aan de overkant bij de Royal Diner, zijn ingericht een klein beetje. Ja,
Ik zou het wel een keer willen meemaken hoor, als hier een film gefilmd wordt. Gewoon kijken hoe ze dat doen, weet je wel. En wat ze hier allemaal voor gekkigheid uithalen. Dat lijkt me echt super episch. Maar goed, we zijn bijna klaar eigenlijk. Dit is echt het laatste wat we gaan doen. En dan hebben wij eigenlijk gewoon de rest van de tijd vrij. Dus waarschijnlijk dat we nog wel iets tofs gaan doen. Sowieso even een iPhone 6 halen. Dat wil ik sowieso hebben. En dan zien we het verder wel. We zijn weer terug in het hotel. We zijn in Zobik's kamer. What up? Maar we gaan zo meteen naar buiten. We gaan kijken of we een iPhone 6 kunnen scoren. We hebben alle twee een iPhone 6 halen. Dit is hier veel goedkoper natuurlijk. En dan gaan we even wat eten buiten. Ik denk dat we al ons geld wat we hierbij hadden op de kamer hadden gekregen al lang op hebben morgen met het ontbijt erbij. Dus laten we rustig aan doen. En dan gaan we even buiten de deur eten. En misschien nog met wat YouTubers chillen die hier ook waren, maar dat zien we dan wel. Oh ja, ik heb het niet kunnen vloggen, maar ik heb zojuist een motherfucking Oscar in mijn hand gehad. Echt, like, what the fuck? Gelukkig heeft zo ik het voor movies ook gefilmd, dus jullie zien het allemaal daar wel. We zijn de hele archief bij Fox langs gegaan. We hebben allemaal props gezien uit de film. Het was zo gruwelijk, jongen. Het is echt zo vet en het stond helemaal niet op de planning. Maar goed, ja, ik kon er helaas niet vloggen, dus jullie konden het niet zien. Dus ik en Zoe, ik loop hier door de gang. We gaan eventjes de video afsluiten voor deze keer. We gaan zo meteen nog wat eten en zo, maar dat zien jullie allemaal in de volgende video. Wat we gaan doen, weet ik nog niet, maar voorlopig was dit eventjes voor nu de video. Bedankt voor het kijken, vergeet niet te abonneren en een duimpje omhoog te geven. Ik zeg, later. Later.